bijhalen. De eerste was, dat was vrijdag dat je het gebracht hebt, de impact van, op het milieu dus van auto's, fijnstof. Dan moet je eens kijken, ja, elektrisch en waterstof, allebei nul uitstoot. Dit is dus wat uit de uitlaat komt, voor alle duidelijkheid. Klopt. En dan zie je daar diesel op 3 staan, met 1500 deeltjes. CNG, dat is gas, ja. Op, met 5000 deeltjes. En een benzine, dit gaat dus om de nieuwste type auto's, een benzineauto, klopt. Die stoot 15.000 deeltjes uit per kubieke centimeter, dat is 10 keer zoveel als diesel. Even het milieu, de impact op het klimaat erbij, we gaan straks die grafiek nog wel eens bekijken. Dit is op het klimaat, dus de uitstoot van CO2, hè, op bredere schaal, broeikasgassen. 1 elektrisch, 2 waterstof, dat is hetzelfde. En dan 3 diesel, 4 benzine en 5 op de 5e plek, veruit, staan auto's op dat gas. Dus gas is het slechtst voor het klimaat. Klopt. Dat is de eerste keer dat ik dat zo hoor, moet ik zeggen. Ja, dat was voor mij ook de eerste keer toen ik dat aan het onderzoeken was. Ik heb voor een paar maanden nog collega's aangeraden van CNG-auto's te kopen. Ja. Ik ging er misschien zelf een gekocht hebben. Wie heeft er een gekocht? Moet ik de naam noemen? Zijn er echt die er eentje gekocht hebben? Zijn er die mij gebeld hebben zeggen van Luc, ik hoor dat jij aan het vertellen bent dat die CNG niet zo goed is, maar ik heb er een besteld bij de VRT in onze autoleasingformule. Ja,